geothermie is eigenlijk een onvermijdelijk onderdeel van de warmtetransitie. We hebben het keihard nodig. We kunnen niet zonder. En om dat sneller te krijgen, moet er meer gecoördineerde actie vanuit de overheid komen. We willen met z'n allen echt minder aardgas gebruiken. En de huidige energiecrisis laat ook wel zien dat dat ontzettend nodig is. Volgens mij is er één hele belangrijke bron van duurzame warmte. En dat is uiteindelijk aardwarmte. Dus volgens mij ligt er enorm potentieel voor aardwarmte in Nederland. Nou, dit werkbezoek zet me ook wel weer aan het denken. Van, moet je niet toch nog gerichter dan we al bedacht hebben? Ook gewoon specifieke technologieën echt langjarig uitrollen. Bijvoorbeeld met geothermie moet je niet inderdaad een langjarig programma maken. En dat betekent ook wel dat je de financiering daarvan ook langjarig wel moet regelen en daar perspectief moet bieden. Dus dat is wat ik weer mee naar de Kamer terugneem. Echt indrukwekkend om te zien hoe zo'n put geslagen wordt en geboord wordt. En ook hoeveel techniek en hoeveel ondernemers en hoeveel bedrijven hier samenkomen en samenwerken aan een Nederland met schone energie, met duurzame warmte. Fantastisch. Nou, eigenlijk is het vrij simpel. De praktijk is altijd weerbarstiger dan beleid of ideeën die je aan de voorkant hebt. Dus die moeten bij elkaar komen en daar het is gewoon kennis opbouwen.